Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Deze vanuit mijn bioscoopkelder, want het is hier de allercoolste plek in mijn huis. En als het zomer is en het is zo warm buiten, dan woon ik eigenlijk praktisch hier in de kelder. Ik slaap hier ook. Kijk maar, hier ligt mijn matras, tafeltje. Ja, perfecte ruimte gewoon. Ik ga zo meteen ook, als ik deze video heb opgenomen, ga ik filmpje kijken. Zoals je ziet, ik heb er genoeg en heerlijke bezigheid. En ja, zoals je kunt horen, ik ben nog steeds niet helemaal beter. Ik ben ook nog niet wezen werken. En eigenlijk zou Sabrina vandaag langskomen. Zouden we een kookvideo maken weer eens. Maar ja, ik heb het afgezegd, want ik heb geen zin om Sabrina de griep te geven of zo. Dus ze hebben even uitgesteld naar volgende week. En ik ga sowieso niet koken, veel te warm. Dus ik dacht, ik was net eventjes buiten, even een rondje lopen, even snel wat halen bij de supermarkt. Ook even goed voor de frisse lucht. En toen hadden ze weer eens Hollandse Nieuwe bij de supermarkt. En natuurlijk kun je het allerbeste Hollandse Nieuwe eten van de visboer, van een goede visboer. Dan wordt die gewoon ter plekke schoongemaakt en heb je gewoon de beste kwaliteit. Net zoals Jan, Tom, Jan en ik onlangs hadden in Scheveningen bij Simonis. Maar goed, ik dacht, ik had heel erg veel zin in haring en ik hoefde verder niks aan te doen. Ik hoef alleen maar het pakje open te maken en het is super gezond. Dus ik dacht, hé, ik ga gewoon eens een supermarkt haring van de Hoogvliet reviewen. En ik eet wel vaker supermarkt haring bij mijn ouders, die halen het wel eens bij de Lidl, niks mis mee. En ik ben heel benieuwd naar die haring van de Hoogvliet. Dus ik ga even naar boven om die haring te halen. Hey Lina, wil je zo'n stukje vis? Wil je dat? Ik ga even vis halen, poes, haring. Kijk, Lina heeft hier ook een mooi doosje waar ze kan liggen. Een bakje water ook. Maar Lina, ik ben zo terug. Zo, ik merk gelijk dat ik boven ben. Het is echt zo warm hier, dus ik ga gauw mijn haring pakken. Dan ben ik weer pleiten. Kijk. Nou, Lina, is het ook helemaal klaar. Nou, ik ga het even oplezen wat er allemaal op staat. Hollandse maatjesharing met ui, apart verpakt. Oh, even, hier staat Hollandse Nieuwe. Het wordt pas maatjesharing genoemd als het geen Hollandse Nieuwe meer mag heten. Dus word ik nou genept? Is het nou Hollandse Nieuwe of maatjesharing? Misschien een drukfout. Maar goed. Hollandse maatjesharing met ui, apart verpakt. Ingrediënten: 85% haring, vis, ui, zout, gevangen met ringnetten en kruisnetten. Whatever, zeg me niks, in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Noordzee. Nou, voedingswaarde, nou, is allemaal prima. Een portie is 75 gram. Deze verpakking bevat twee porties, bla bla bla. En de prijs is 2,29 voor twee. En normaal betaal je voor één haring al 2,75. Dus qua prijs is het natuurlijk 10 keer beter. Even kijken. Serveertip. Om de smaak van dit product goed tot zijn recht te laten komen, de verpakking 5 minuten voor gebruik openen. Waarschuwing, ondanks zorgvuldig fileren kan onbedoeld een graatje in de vis achterblijven. Bewaaradvies, na openen binnen 24 uur consumeren. Te gebruiken tot en met 17/7/2022. Dit product komt uit een visserij die onafhankelijk, bla bla bla, allemaal van dat duurzaam gejank. Whatever. Nou, gaan we openen. Allebei. En dan laat ik hem even 5 minuten liggen en wel op een plek waar Lina er niet bij kan. Hé, hey, Pinkeltje, jij mag zo ook een stukje, hè? Ja. Five minutes later. Zo, de 5 minuten zijn voorbij. Daar is Lina weer. Ja, Lina, ik ga eerst zelf proeven en dan mag jij een stukje. Goed, in mijn video met Jan Tom Jan heb ik voor het eerst van mijn leven volgens mij haring gegeten zonder ui. En ik vond dat veel lekkerder. Dus ik ga de eerste haring eten zonder ui. Even kijken. Nou, hij ziet er mooi uit. Hij is lekker vet. Op zich was het positief. Heel erg vet en romig. Niet zo vet en romig als die van Simonis, maar hij is heel lekker. Goeie.
prijs-kwaliteitsverhouding. Nou, Lina die zit hier, die springt op mijn schoot bijna. Even wegzetten, ga ik Lina even een stukje geven. Rustig Lina, ik moet even kijken of er een graatje in zit. Ik had een graatje in mijn mond namelijk. Kijk eens. Vind je het niet te zout, Lina? Ja, kom maar even. Lust je het niet? Ik kan het niet goed zien, mensen. Ze likt er alleen maar aan. Ik vind het lekker, maar... Nou, Lina. Succes ermee. Die ga ik met een uitje eten. Ook lekker. Die gore klauwen van die vissen. Hey. Wat vind je ervan, Lien? Zo, nu met uitje. Dat is echt verrassend goed hoor, hé. Nou, Lina die zit er de hele tijd aan te likken en zo. Ik weet niet waarom ze het niet opeet. Misschien lukt het ook niet helemaal. Ja, ze heeft nu een stuk in de bek. Een hard stukje. Dat was heel erg lekker. Ik geloof dat ik die haring van Simonus een 9,5 had gegeven. Maar deze krijgt echt wel een dikke 8. Echt heel goed voor een supermarktharing. Wat ik zei, baggervet, lekker romig en ja, gewoon goed. Nou, Lina die heeft hem ook op. Er ligt nog een klein stukje. Eet jij dat stukje ook nog even op, Lina? Nou, dat komt wel goed, Lien. Goed mensen, allemaal bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een fijne donderdag toe. Het zou kunnen dat ik vandaag weer aan het werk ben, maar ja, ik weet het niet. Ik wilde het graag, maar als ik nog steeds zo ben morgen, dan blijf ik gewoon thuis. En dan moet ik even de Arbo bellen. Die belde mij vandaag dat ik onder de douche stond. Dus die heb ik gemist. Goed mensen, fijne dag en tot de volgende video. Doei!